We hebben gisteren gesproken met de gezamenlijke vakbeweging weer over de kwestie elektriciteitstarieven. Nog veel onduidelijkheid over wat allemaal voorgesteld wordt, althans hoe we tot een consensus kunnen komen. Waarover er wel consensus is, is hoe dat model eruit zou moeten zien. Wat de verschillende bestanddelen zijn die thuishoren in die berekening. Maar bijvoorbeeld over het hanteren van de koers. Welke koers? Wij zien dat van de zijde van de overheid, de verschillende bedrijven en de EAS. Wij gaan uit van de gemiddelde centrale bankkoers van de vorige 3 maanden. Om dat gemiddelde te gebruiken voor de komende 3 maanden. Maar wij zien dat die commissie, de vakbonden zijn gaan rekenen met met de koers van 31. Wat ons betreft is dat niet werkbaar. Maar ja, het besluit is dat er weer wordt gesproken. En dat we in de eerste week van juni weer bij elkaar komen om te kijken, want technisch gaat men verder, om te kijken naar, om na te gaan waarover er wel consensus is. En de opdracht is dat er ook helder wordt gedefinieerd waarover er geen consensus is, zodat er misschien politiek een besluit daarover genomen kan worden. Ik heb het vele malen gezegd, delen van de commissie hebben mij dat kwalijk genomen, maar ik zeg het weer, ik zeg het vandaag. En wil je iets significant doen aan die elektriciteitstarieven, wanneer we kijken naar het model van die kostprijsberekening, die koers heeft een grote impact op het eindresultaat, maar ook het niveau, de prijs van de hydro-energie en ook van de thermische en de prijs van olie. Ja, we hebben gezien dat er bijvoorbeeld gewerkt is met een olieprijs van, ik dacht, $90 of $91. Maar die olieprijs is, as we speak, weer boven de $100 per vat gestegen. Dat is de realiteit. Ja, en ja, we zullen zien hoe die onderhandelingen de komende dagen zullen, wat het resultaat zal zijn. En de afspraak is dat we eerste week juni weer bij elkaar komen.